Hey Kerst, ik ben je game. Welkom bij een nieuwe episode van de Minecraft Let's Build. En ja, zoals jullie zien is het spook gestopt met hierheen en weer lopen. Dat is wat hij zo ongeveer de hele vorige episode heeft gedaan. Liep hierheen en werd hij teruggeteleport. Maar nu heeft hij eindelijk de rest van de wereld gevonden. Hij loopt nu ook af en toe de andere kant op en nu lijkt hij hier stil te staan. Onze Creeper Koning is wel ontsnapt en dat zag je ook in de vorige episode. Ik had het command fout ingetypt of zo van speed. En we gaan hem nu ook een name tag geven. En ik had hiervoor... Oh, wacht. Ik moet deze witches niet duwen eigenlijk. Gaat dat lukken? Even kijken. Ja, dat kan. oh, wacht. Misschien kan ik ze wel helemaal niet duwen. Omdat ze geen AI hebben. Nou, ik probeer het maar liever niet. Want dan zitten ze weer op de verkeerde plek. Dus we moeten even kijken. Effect at a... oops. Type is creeper. Dit keer moet ik het wel goed doen. En doen we slowness. Doen we voor 1 miljoen seconden. En dan 10. Dat is wat we moeten hebben. Zo. En nou gaan we eerst even creeper spannen. Hopelijk komt hij een beetje in het midden. Ik weet niet zeker of dat kan. Nee, dat kan ik niet echt. Ik kan hem wel... Oké. Okay. Ik kan hem wel duwen, maar dan moet wel de goede kant op. Weet je, ik geef hem wel... Ik geef hem eerst wel even dit effect. Zo. En even... Ik heb nu alle creeper stones gegeven. Maar het zou niet uit moeten maken. Ja, daar is... Dat was de oude creeper, die heb ik doodgemaakt. Hopelijk kan ik die witches niet duwen. Ja, oké, dat is goed. Kan ik jou nu? Ja, oké. Zo, helemaal goed. En dan geef hem even een name tag. En veel. Oeps. En je kan ze natuurlijk ook gewoon met een command spawnen. En dan kan je ze meteen slowness geven en een name tag. Maar ik vond. Maar ik wist niet meer precies hoe dat ging. Want daar heb ik die generator voor gebruikt, die website. En die heb ik nu even niet bij de hand. Dus hoe noemen we hem? Ik denk gewoon koning. Koning Creeper. Dat is in ieder geval wat ik voor nu ga doen. Ik weet niet of ik een andere naam had bedacht. Ik geloof het niet. Als ik nog iets beters bedenk. Want het is natuurlijk wel heel erg saai. Dan als ik nog iets beters bedenk. Dan ga ik dat zeker aanpassen. Dus daar hebben we onze Creeper. Dat is niet goed. Hij kan nu niet meer lopen. Ik vind Spook zo eigenlijk wel een beetje saai. Het staat alleen maar stil. Anders gaan we hem een beetje duwen. Kijken of dat helpt. Ik wil eigenlijk nog een paar dingetjes gaan doen met commands. Ik wil nog een paar coole, mysterieuze, spookachtige wezens spannen. Ik kreeg namelijk een reactie van iOS Gaming. En die zei dat we een zombie paard en skeleton paard konden spannen. En dat is dus ooit in het spel gekomen. Ik geloof gewoon toen paarden kwamen, echt in 1.6. En toen was het even heel erg cool, die zombie paarden en skeleton paarden. En lieten mensen het zien in de snapshot video's en command block dingen. En daarna heb ik er eigenlijk niks van gehoord. Ik heb het ook helemaal niet echt gebruikt gezien in maps of wat dan ook. Ook al is het de laatste tijd een beetje stil rond vanilla Minecraft maps voor mijn gevoel. Dus ja, daar heb ik zo lang niks van gehoord. Ik was eigenlijk vergeten dat ze bestonden. Maar ja, iOS Gaming heeft het nu weer vermeld in een comment. Dus gaan we gewoon even doen. Hij heeft het... ik heb hem nu niet meer gekopieerd. Maar ik weet het... Geloof ik ongeveer wel. We moeten... Ik ga eerst even gewoon een paard summon. En... Wacht, wat was het? Oh nee. Entity... Was het Entity? Ja. Entity Horse. Dat is best wel vreemd. Waarom Entity Horse? Niet gewoon normaal horse. Want die andere dingen zijn ook entities. En die heet geen Entity Horse. En dan doen we type... we moeten ook nog wel even de coördinaten type. Dubbele punt 4. Dat is dan skeleton geloof ik. En we kunnen ook nog zombie als we dat willen. Is dit... En dan, oh yes, het ziet er zo cool uit. Ik heb het eigenlijk, ik weet niet of ik het ooit heb geprobeerd in het spel. Misschien wel. Maakt hij ook een ander geluid? Of niet? Nou, ik weet niet. Ik was echt volledig vergeten dat deze dingen bestonden. Nou, we gaan even proberen of we het kunnen met een lead. Nee, dat kan niet. Dat is stom. Ik wou hem hier namelijk vastmaken. En dan moeten we iets gaan doen met command blocks, zodat hij niet wegloopt. Dat kan. Maar het kan misschien een probleem veroorzaken. Ik ga wel even... Oh, hij kan best veel hits aan. Ik geloof... Oh, dat geluid is zo cool. Ik geloof dat het meer hits zijn dan een normaal paard. Maar wat we dus gaan doen is summon entity horse. Nee, dat gaan we niet doen. Tja, dat wordt misschien nog wel lastig. We summonen een zombie. Kijken of het... Ja, het is zo met hoofdletter. Summon zombie en dan dit. En dan... Oh, dit wordt misschien lastig. Ik moet even naar gaan kijken of dit wel werkt. Riding. En dan dubbele punt ID... Entity horse, dan moet dat typen nog ergens. Ik weet niet of ik... dit gaat sowieso niet werken, want het is altijd ingewikkeld hoe die dingen moeten. Even kijken. Ja, hoe zou dat moeten? Ik weet niet eens of dit wel klopt met dat idee. Misschien moeten er ook nog haakjes. maar dit zou met een
comma kunnen ofzo. Ik moet even kijken. Oké, de zombie is er, maar het riding werkt natuurlijk nog niet. En het mag niet verbranden, dus daar moeten we ook nog wat aan doen. Ik ga even kijken of ik dat command werkend kan krijgen. Want dat zou wel cool zijn als we een paar zombies konden krijgen die op een paard reden. Dus ja, dat ga ik nu even kijken of dat lukt. Oké, mensen, ik heb het voor elkaar. Nou, wat gegogen met commands. Ja, het viel eigenlijk nog best wel mee. Dit is het command. Ja, en ik zeg het viel mee. Het is wel een lang command. Ik zal het wel even uitleggen. Want ik vind het altijd zo raar als mensen een tutorial of zo gewoon het command laten zien. En dan ervoor zorgen dat je kan copy-pasten. En dat ze dan helemaal niet uitleggen wat het doet. Want dan snapt de gebruiker er nog niks van. Dus ik ga het wel uitleggen voor jullie. Ze spawnen een zombie op de coördinaten waar wij staan. Met equipment. Dit is wat hij vasthoudt. Dit is boots, pants, chestplate. Dit is helmet. En we doen hier een leather helmet. En dat doen we natuurlijk zodat hij geen... zodat hij niet in de fik vliegt. En eigenlijk moeten we er ook nog voor zorgen dat hij niet die span. Dus we moeten hem nog een name geven. Maar weet je wat, dat doe ik wel gewoon met een name tag. Anders wordt het command ook zo lang. En wat moet ik nog meer doen? We hoeven ze geen slowness te geven. Want het is juist leuk als hij rondloopt. Wat we misschien wel even moeten doen is ervoor zorgen dat hij niet buiten een bepaald gebied kan komen. Maar daar kom ik straks op terug. Zie je leather helmet, dan vliegt hij niet in de fik. En hier hebben we dus comma. En je ziet dat het best wel vervelend is met die haakjes. Dus je hebt hier weer een ander soort haakje. En als je één klein haakje verkeerd hebt, dan werkt het hele command niet. En er gebeurt helemaal niks. Dus we hebben hier riding. En wat had ik ook alweer fout? Oh ja, ik had geloof ik niet genoeg van deze haakjes. Die haakjes helemaal niet gedaan. Ik wist niet meer precies hoe het ging. Maar dit ging dus eigenlijk best wel handig. Dus je doet gewoon comma en dan type 4. Geen extra haakjes daar nodig. Dus dat werkt. We hebben een zombie op een skeleton paard. En wat gebeurde daar? Waarom ging hij eraf? Dat is echt raar. dat snap ik echt niet. Komt door het kop hebben of zo? Want dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Kijk, we gaan hier weer spannen. Waarom ging hij eraf? Dat snap ik niet. Hey! Oh, dat is vervelend. Is het als het paard stijgt dat hij dan... dat hij er dan afgaat? Dat is echt niet goed. Wacht, we gaan hier even naar een testgebiedje. Even kijken. Dat is raar, dat heb ik nog niet gezien. Ja, ik dacht dat dit gewoon zou moeten werken. Ah, dat is vervelend. Oh, ik snap het al. Het is het... Ah, tuurlijk. Het paard ziet het als een mob die hem probeert te temmen. Dus we moeten ervoor zorgen dat het paard tam is. En ik weet niet of het kan met de skeleton horse, maar ik geloof dat er wel een MBT tag voor is. Een MBT tag is dan zo'n dingetje. Daar ga ik heel even naar kijken. Oké, mensen, ik geloof dat we hem hier hebben. Het paard is nu al, denk ik, bijna een minuut gewoon aan het rondlopen zonder te stijgeren. Dus de zombie kan gewoon blijven zitten. En ik ga dit trouwens iets zachter zetten. Niet dat het heel hard is voor de video, maar het is gewoon vervelend als je daar aan het bouwen bent en als je dat deze moet horen. Dus dat lijkt me goed. Het enige wat ik heb gedaan, ik moest het wel even in command doen, want het werd veel te lang voor de chat. Ik heb hier tame dubbele punt 1 toegevoegd. Ik kon nog vaag herinneren dat het mogelijk was, maar ik wist niet zeker of het werkt. Dus daarom ben ik het eerst maar off-camera gaan testen. Anders zit je ook 40 seconden van de video te kijken of iets werkt. Dat lijkt me ook vervelend. Dus dit is het command. Ik ga dit command ook meteen even oppakken met control, middelklik. En dan hebben we het hier plus MBT. Dan doe ik het even in mijn magische command block ender chest. Oeps. Kijk, daar hebben we deze. Ik weet niet meer zeker of die hetzelfde zijn, maar ik zet deze gewoon in het hoekje. We zouden deze dingen eigenlijk een naam moeten geven. Anders doe ik dat wel even. Ik pak even paper. Ik geloof dat die twee vormen... waar was het voor? Het was voor het spook, geloof ik. Maar ik weet het niet zeker. Ik weet trouwens niet of ik dit ook nog nodig heb, maar het is gewoon handig om te hebben. Ik kan natuurlijk ook in een kladblok bestandje opstaan. Maar dit is natuurlijk veel leuker. En dat is ook makkelijker, want je kan de commando ook meteen plaatsen. Oké, hier noem ik het spookpaard met zombie. Nou, dat is meer skeleton paard, maar doet even niet toe. Oké, dat doe ik daarbij. Dan is dat duidelijk, ook voor de mensen die de wereld downloaden en misschien willen experimenteren met deze dingen. Is het leuk? Oh nee, we hebben... Oké, dit is dus een probleem. De leather helmet is natuurlijk niet goed genoeg. Dan, daar is een oplossing voor. Als we de leather helmet een bepaald data value geven. En dat is waarschijnlijk wat ik ga doen. Want ik kan hem wel een diamond helmet geven, maar dat vind ik niet echt passend bij een thema. Dat vind ik een beetje vreemd, want deze zombie lijkt me meer... Kijk, diamond is natuurlijk iets heel waardevols. En die zombie lijkt me meer een dienaar of een bewaker of wat dan ook op een paard. Dus ik denk niet dat het heel logisch zou zijn. Dus we geven hem een leather helmet die
niet kapot kan gaan. En daar is een manier voor. Ik ga het even off camera uitzoeken, want anders, anders gaat het weer fout en zo. En dan laat ik het straks aan jullie zien. Oké, mensen, ik heb het gevonden. Deze zombie is nu al een hele tijd in de winkel. In de winkel. Hij is nu al een hele tijd in de winkel. En zijn helmet breekt niet. En het was weer iets heel erg vanzelfsprekends. Nou, niet helemaal. Maar we hebben dus gewoon Unbreakable 1 toegevoegd. Dat is dus gewoon een tag. Maar het werkt om een of andere reden niet als ik dit er niet bij had. Count 1. Dus dat is dan blijkbaar belangrijk. Ja, dat moet je er maar gewoon bij doen dan. Ook al is het natuurlijk logisch dat hij geen twee letter helmets heeft. Maar ja, blijkbaar moet dat erbij als je Unbreakable wilt. Dus dit is het nieuwe command. Ik heb het, ik weet niet zeker of dat een geüpdate versie is. Dus ik kopieer het nog even opnieuw. Kan ik het opnieuw in de chest stoppen. En dat kunnen we dus gebruiken om hier te spawnen. Nou ja, dat was een heel gedoe. En het was alleen nog maar het begin. We moeten er nu voor zorgen dat dat een mob niet buiten het gebied kan komen. Maar wordt misschien nog wel lastig. Want ik weet niet zeker dat als ik het paard teleport of de zombie dan meegaat. Waarschijnlijk niet. Maar moeten we maar even zien. Deze ga ik even doodmaken. Wat trouwens best wel een gedoe is. Want je moet ze allebei los doodmaken. Oké, zo. En dan gaan we hem hier ergens spannen. Ik zorg ervoor dat hij geen kant op kan. Hebben we hier nog barrier blocks? Die hadden we ooit. Nee. Dan moet ik die even opnieuw halen. Of ik gebruik gewoon slabs of zo. Even tijdelijk. Dus hier hebben we een klein gebiedje voor ze. Weet je, het zou een stuk makkelijker zijn als we het paard gewoon aan een lead konden doen. Maar dat is natuurlijk een beetje te goed om waar te zijn. Oké, zo. Een beetje veel dingen in de weg hier. Oké, die gaan we dus hier spawnen. En, oh ja, tuurlijk, ik kan de command niet doen. Ik moet een command block gebruiken. Wat misschien ook nog wel gedoe wordt, want ja, dat dus. Oké. Nee, dat was niet de bedoeling. Nee, kom. Nou, dat is een gedoe. Ik doe het wel heel veel over camera. Oké, mensen, het is nu tijd voor een test. Ik heb hier een command block TP. Alle entities die in zombies zijn, 10 blokjes naar boven. En dit hoeft natuurlijk eigenlijk niet in een command block, maar ja, ik heb het nu al gedaan. En dat gaat niet werken. En dit is niet slim, want ik moet natuurlijk nog wel een radius toevoegen. Oké, hij heeft blijkbaar wel een zombie gedaan, maar die zombie telt hij niet mee. Misschien moeten we dan een paard gebruiken, maar we moeten sowieso ook nog radius toevoegen. Dus radius is, ik doe voor nu even 10 blokjes. En we moeten, straks moeten we een minimale radius, dat die alle zombies buiten een bepaalde straal om dit stadje heen teleport. Maar dit is gewoon even om te testen, dus we doen gewoon radius 10. Oeps, radius 10 type is zombie. 10 blokjes omhoog. Maar dat werkt dus niet. Die zombie reageert er niet op. Dan doen we entity horse. Kijken of dat gaat werken. Of misschien kan je al helemaal geen combinaties van mobs teleporten. Entity horse, 10 blokjes omhoog. En nee, het gaat niet werken. Entity type, entity, oh natuurlijk, hoofdletter. Weet je wat het is met dit soort dingen? Je moet zo specifiek zijn. Eén klein foutje, oh yes, dat werkt. Geweldig. En de zombie blijft gewoon zitten. Dat is heel cool. Ja, als je één haakje of hoofdlettertje fout hebt, klopt meteen je, werk je meteen je hele command niet. Dus ja, weet je, deze kunnen we nu gewoon rond laten lopen. Als ik dat command, nee niet daar, daarboven toevoeg, dan komt het helemaal goed. Oké, dit kan weg. Ik ga dit ook weg doen. En ik doe weer even control middelste muisklik. En dan gaan we het dus even toevoegen. En het maakt niet echt uit waar ik het hier doe. Deze hele klok wordt geüpdate. Hij is trouwens veel te lang voor het geval we nog later nog meer dingen willen toevoegen. Radius mini. Minimale radius. Wat hadden we hier? We hadden. Oké, dit. Dat ga ik even precies kopiëren. Want. Wacht, waarom is. Wacht. Oh. Hey. Dat is natuurlijk omdat hij het steeds 10 blokjes omhoog teleport. Nou, daar moeten we maar even mee leven. Oké. Dus dit gaat weg en we gebruiken dezelfde locatiedata. Dus X, Y, Z, dat is het midden van het dorpje. Radius, minimale radius van 12 types entity horse. En dan moet die worden geteleport naar, dat hebben we hier als het goed is ook staan. Kijk, dit is best wel makkelijk eigenlijk. We hebben, het is nu een beetje voorgekoud werk wat ik zit te doen. Het is eigenlijk gewoon wat we net al, wat we in de vorige episode al hadden gedaan, of twee episodes geleden. Dus dat lijkt me goed. Die is nu dood. We moeten hem even opnieuw spannen. En dan kan ik meteen ook deze muren weghalen. En ervoor zorgen dat het er weer redelijk uitziet. Hoe zat dit? Zo? Zat het serieus zo? Hebben we hier geen muur? Nee, we hebben hier blijkbaar geen muur. We hebben hier alleen een paar leaves. Dat is blijkbaar hoe ik het had gedaan. En er waren nog wel een paar andere dingen die ik wou doen deze episode. Maar we kijken gewoon waar we aan toe komen. Oké, dus jij bent hier vrolijk aan het rondlopen. Nee, misschien niet. Misschien moet ik hem slaan. Tuurlijk, we moesten het nog wel een naam geven. Oké, dit kan weg. Nu wil ik hem even
buiten het gebied hebben en dan kijken of het werkt. Als het goed is zou het natuurlijk gewoon moeten werken, maar... want het werkt bij de rest ook. Het lijkt niet echt mee te werken. Dan doen we gewoon met een hoofdletter entity horse at p. Dus dan komt hij naar mij toe. Ja, dat werkt, want hij kwam dus niet daadwerkelijk naar mij toe omdat het buiten de radius is, als het goed is. En hier binnen de radius wilt hij wel gewoon teleporten en dan kunnen we hem er zo nog eens even uitduwen. En dan gaat hij weer naar het middelpunt, dus hij kan nooit ontsnappen. Oké, dat is mooi. Wat willen we nu nog? We willen ze namen geven. Dus dat ga ik heel even snel doen. Ik weet niet wat we met die andere hadden gedaan. Hadden ze gewoon spatie genoemd? Nee, hadden ze punt genoemd. Dat was blijkbaar het kleinst mogelijk. En deze is een beetje van zijn plek gegaan. Ik weet niet meer precies waar die stond. Maar dat maakt niet zoveel uit. Dan noemen we deze ook gewoon allebei punt. En dan zou het goed moeten komen. Want ik geloof wel dat we ze allebei echt een naam moeten geven. Anders werkt het niet, denk ik. Oké, even... Zo, 1. En, oh, dat kost 2 levels in plaats van 1. Terwijl je er 64 doet. Dat is best wel interessant. Waar hebben we hem? Hier is hij. Zo, punt. Jij het ook, punt. En ik weet nog niet zeker of hij een naam heeft of niet. Kunnen we dat zien? Nee. Nou, ik heb er toch wel duidelijk op geklikt. Dus, zou moeten werken. En als hij die spant, kunnen we altijd nog opnieuw spannen. Oké, gaan we nu teleporten live in actie zien zonder dat ik het probeer? Nee, misschien niet. Ik wil nog wel een keer zien eigenlijk. Nee, wacht. Hij zou nu geteleport moeten worden. Oh, dat is stom. Waarom niet? Waarom doet hij het niet? Is het omdat hij een naam heeft? Oh, dat is vervelend. Hij zou nu bij de radius moeten zijn. Nou, ik ga je heel even naar kijken. Misschien... Wacht, ik ga hem gewoon weer even naar mij teleporten. Zo. Ja, oké. Okay, wacht, het werkt nog wel. Oh, oké. Okay. Gelukkig maar. Ik dacht even dat het dat iets mis was gegaan. En als hij hier spant, komt hij een beetje in een boom. Kan hij daaruit? Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Ik geloof het wel. Ja, dat kan hij gewoon. Dus dat is geen probleem. Oké, dan is dat even ons spookpaard. Dat is best wel goed gelukt. Dank voor je idee, iOS Gaming. Dan gaan we nu aan een ander projectje beginnen. Oké, mensen. Wat ik nu aan het doen ben, is een ruimte uitgraven. Even kijken of dat werkt. Ja, dat werkt. Even kijken, wat ging er mis? oh, wacht, dit. Ik moet dit even veranderen naar 158. Dan zou het helemaal... weg moeten gaan. Ja, we hebben hier dus een aardig grote ruimte. Ik weet niet of dit allemaal gaan gebruiken. Het wordt waarschijnlijk iets korter, maar ik heb mezelf maar gewoon even de ruimte gegeven. We gaan hier een ondergronds arsenaal maken. Of wapenkamer. Ik geloof dat je een wapenkamer arsenaal kan noemen. En als dat zo is, dan heet de video zo. En als de video een andere naam is, dan betekent dat arsenaal iets heel anders was. Maar ik geloof dat het arsenaal heet. Dus dat is wat dit gaat worden. En ik heb in Minecraft Survival een wapenkamer gemaakt. Maar dit wordt een heel andere. Want dit wordt echt meer voor hoe het eruit ziet dan voor de functie. Want dat is in Minecraft Survival natuurlijk het belangrijkste. De functie. En hier heb je natuurlijk oneindig veel materialen. Dus dan is het ook belangrijk hoe het eruit ziet. En is de functie niet zo belangrijk. Want je gaat hier nooit armor nodig hebben. En de zombie is trouwens toch dood gegaan. Ik dacht echt dat ik het had, want hij is heel lang meegegaan, die helmet. Maar nee, hij is nu toch dood, dus het Unbreakable werkt nog niet helemaal. Daar kan ik later nog naar gaan kijken of ik kan het gewoon zo laten. In ieder geval niet deze episode, want ik wil ook nog wat andere dingen doen, zoals dit. En ik heb een paar eisen hiervoor, of een paar ideeën. Maar een eis is wel, zeg maar, dat ik verlichting alleen wil doen met vuur. Dus echt dat je een soort van een baken hebt. Als dat het goede woord is. Dat je gewoon gaan we gewoon coalbox gebruiken om vuur op te doen. Zorg ervoor dat de Game Rule Firespad uitstaat. Maar dat staat hier ook al. Want we hadden ook daar in het dorpje hadden we het kampvuur. En dat kan ook niet verspreiden. Dus dat zou goed moeten komen. En dan doen we gewoon coalbox of zo. Omdat het er goed uitziet. En dan maken we een mooie pilaar met dat vuur erop. En dat is hoe we de verlichting gaan doen. Dat is wat ik dus ga proberen. Geen glowstone, geen torches, geen... dingen die we allemaal al 100 keer gezien hebben. Even iets leukers en spannenders. Dus we gaan vuur gebruiken. En ik wil hier een groot terrein met armor sense. En hier een groot terrein met armor sense. Met allemaal verschillende armor soorten. En enchanted armor dingen. En combinaties. Je kan het zo gek niet bedenken. Ik zorg ervoor dat elke armor sense een andere combinatie van armor heeft. En ik ga waarschijnlijk ook nog wel even een randomizer opzoeken. Of maken ervoor dat je gewoon... Dat we een compleet random uitslag hebben. En dan moet ik wel even weten hoeveel armsense ik wil hebben. En ik ga ze dan waarschijnlijk een beetje schuin neerzetten. Dat is mogelijk met een command. Maar dan moet ik wel even naar gaan kijken hoe dat precies gaat. Maar dat is geloof ik ook iets wat je na het radius
getal invoert. Dus dan heb je coördinaten, radius en daarna heb je nog een paar getallen die richting aangeven. En dat zijn deze. Bijvoorbeeld als ik recht naar boven kijk is deze 90. Als ik recht naar beneden kijk is die ook 90. Hij was hier min 90. Ik dacht echt dat hij gewoon 90 was. Nou, min 90, 90. En hier zie je de x, die is hier. Wordt hij op een gegeven moment 180. Ja, hier 180. En dan gaat het naar min 180. En hier zit ook uiteindelijk 0. Dus zo kan je precies aangeven waar je kijkt. Dus net als de coördinaten, maar dan voor richting eigenlijk. Nou, niet precies als de coördinaten, maar een beetje hetzelfde idee. Dus dat is hoe we het gaan doen. Zo kan je een armcent geloof ik ook een bepaalde kant op laten wijzen. Dan zorgen we ervoor dat ze allemaal een beetje schuin staan. Dus als dit een armor stand was, dan stond hij zo. En de volgende stond zo. Dat je ze allemaal zo een beetje ziet. En dan aan de andere kant staan ze natuurlijk zo. En dat is het geloof ik wel ongeveer. En dan zorg ik ervoor dat ze waarschijnlijk op deze rij staan. Allemaal zo schuin. Ongeveer 45 graden. Dus gewoon zo precies door het midden. En dan staan ze daar denk ik best wel mooi. Ik weet niet hoeveel we er gaan doen. Niet deze hele ruimte vol. Maar we gaan gewoon even kijken. Oké, mensen. Zoals jullie zien ben ik nu heel even in een ander programma. En dit is ook gewoon iets wat we doen bij de Let's Build. We gebruiken niet alleen Minecraft, we gebruiken ook andere programma's. Tot nu toe was het alleen maar MC Edit, maar ik dacht van om dit random te laten gaan, laat ik een keer Excel gebruiken. Dan kan ik dat jullie ook laten zien. Weet niet, misschien hebben jullie er wat aan. Ik kan het gaan uitleggen, ik weet niet of jullie dat interessant vinden. Misschien hebben jullie geen idee wat dit is, maar voor de mensen die het willen. Dit is gewoon, dit is een formule A select en dan gewoon niks tussen de haakjes genereert een random getal tussen 0 en 1. Ik heb hier dit gedaan, zodat je genoeg decimalen hebt. Dus dit is gewoon randomheid. En het ding is dus, dit werkt heel simpel. Als we dit selecteren en dan sorteren, dan krijg je een random volgorde. En jullie zien dat ik hier alle types armor heb en dan soms enchanted. Dus deze 4 is onze eerste armor stand. En dan kunnen we deze 4 nog gebruiken of wat dan ook. Of we kunnen gewoon opnieuw dit doen. Ik weet niet of er een makkelijkere manier is om dingen te randomizen in Excel. Maar dit vond ik wel handig. Dus je drukt gewoon op sorteren en elke keer als je een actie uitvoert, wordt dit getal aangepast. Dus het is niet steeds dezelfde volgorde. Steeds heeft deze chain een ander random getal. Zie je, nu is het 0,78 en nu is het 0,62. Het wordt steeds anders. En het wordt dus zoals je ziet ook niet echt gesorteerd, maar dat doet er ook niet toe. Het gaat er eigenlijk gewoon om dat het een andere waarde krijgt. En ik geloof dat het dan zeg maar, het wordt gesorteerd op de waarde die je nu ziet, maar de waarde wordt meteen maar aangepast, dus dan klopt het weer niet. Maar het is gewoon een randomizer. En dit is ook wat ik gebruik om de muziek van de achtergrondmuziek van de video's te maken, van de Minecraft video's. De muziek die jullie nu waarschijnlijk horen, dat doe ik ook op deze manier om het random te maken. Oké, dus dit is gewoon wat we gaan doen. Diamond, Chain, Iron, Gold met deze, ja met Diamond en Iron Enchanted. Dit wordt gewoon de eerste armor stand. Dus dit wordt een heleboel of Kerma gedoe. Ik moet eerst gaan uitzoeken hoe we die armor stands gaan neerzetten. En dan moeten we met een command. Moeten we binnen het command ze dit armor geven. En ook met wat enchantments. Dat wordt misschien nog best wel een gedoe. Ik ga er eerst even of Kerma naar kijken. Oké, mensen. Weet je wat ik maar gewoon heb gedaan? Ik dacht, we laten dat command book gedoe. We zetten de armor stands gewoon zelf neer. En ik dacht eerst dat het heel erg scheef zou zijn allemaal. Maar ze staan eigenlijk allemaal even scheef. En dat is best goed om te zien. Als ik hier Iron Chestplates opdoe, dan ziet er allemaal ongeveer hetzelfde uit. En dat is wat ik wil. Alleen komt er natuurlijk nog wel die randomheid bij kijken. En oh kijk, ik heb ze hier ook aan blijkbaar. ik heb hier dus 5 chests. En in al deze chests. Nee, wacht, zo ga ik het niet doen. Dit heb ik niet meer nodig. Oh, ja, dat is een probleem. Dat heb ik niet meer nodig. Ik ga ervoor zorgen dat ik gewoon al deze dingen in mijn inventory heb. En als het goed is, ja, hier heb ik dus de Iron Chest Plates. Om een of andere reden stacken ze niet als je ze een data value van 0 geeft. Wel als je ze een data value van 1 geeft, dan stacken ze. En dat is natuurlijk wat we willen. En een data value van 1 betekent dat de durability eentje minder gaat zijn. Dat maakt natuurlijk niet uit, want deze armstands zullen nooit geraakt worden. Dus ja, nu moet ik dit gewoon doen voor al het armor. Gewoon dit met enchantment idee 0 en dat is protection. Dus ja, dat wordt leuk. Er heel veel van hetzelfde. Die commando's heb ik waarschijnlijk niet nodig. De command is kort genoeg om in de chat te doen. Dus ik ga ervoor zorgen dat ik dat allemaal heb. Dan ga ik het armor toevoegen aan alle stands met behulp van onze randomizer die ik net heb laten zien. En
Ja, dan hebben wij hier eindelijk een begin aan een arsenaal. Oké, mensen, dat is dan gedaan. En jullie zien dat ik niet alles heb gedaan. Ik heb alleen de chestbase gedaan. Ja, ik realiseerde me dus dat het veel te veel tijd zou gaan kosten om een inventory te vullen met al deze dingen. Want dan moet je steeds command erbij pakken, dan chestplate veranderen naar leggings of wat dan ook. Dus dat zou gewoon veel gedoe zijn, denk ik. Ik heb het hier maar gewoon bij gelaten. Het is een beetje luiheid en het is ook een beetje omdat het zoveel tijd kost natuurlijk. Dus dit is wat ik ga doen. Ik ga misschien later nog wel gewoon leather of iron of wat dan ook. Gewoon ja, leggings en boots en helmets toevoegen. Ik weet niet zeker of ik dat alle drie nog ga toevoegen. Maar in ieder geval op sommige plekken. Het kan ook een beetje random zijn dat sommige dingen wat missen. Omdat ze bijvoorbeeld in gebruik zijn door onze skeletons hier. Door onze bewakers. Die hebben trouwens helemaal niks op hun hoofd. Maar ja, even moet je je maar even voorstellen. Ik heb nu trouwens night vision zodat we hier iets kunnen zien. Maar ja, dat ziet er in ieder geval best wel random uit. Dat is in ieder geval wel cool. En ja, we kunnen in de volgende episode verder met het arsenaal. Ja, ik wou in deze episode meer afkrijgen, maar al die command book dingen kosten gewoon zoveel tijd. En je vindt steeds weer leuke dingen om ermee te doen. Dus ja, dat is gewoon een beetje... het is niet echt een probleem, want ik vind het leuk om dat in de episode te doen. Maar het houdt je wel een beetje van het bouwen zelf. En dat kan jammer zijn, maar ook... goed, want ik heb in deze episode echt gewoon niks gebouwd. Ik heb alleen maar command book dingen gedaan. Kijk, ik vind het leuk. Ik weet niet of iedereen van jullie dat, of jullie dat allemaal leuk vinden. Maar ja, ik hou wel van die afwisseling. In de volgende episode gaan we hier gewoon weer verder. En dan kunnen we hier hopelijk een coole ondergrondse wapenkamer van maken met een beetje een spookachtige stijl. Maar ja, dat komt dus allemaal later wel. Dus ja, dat was echt alles voor nu. Tot de volgende episode. Wacht. Oké, dit is een probleem. Dit is echt vreselijk. Ik doe het nog maar even in de episode, want dit is heel vervelend en heel stom. Wat ik dus heb gedaan, ik wou het spookpaard hier naartoe teleporten. Dus ik deed dit. TP het E. En ik was vergeten type in te voegen. Zo'n stomme fout. Dus nu had hij het niet begrepen en heeft hij alle entities die geladen waren hier naartoe geteleport. Dus we hebben hier Conan Creeper. We hebben hier de witches. We hebben hier minecarts. En we hebben hier wat kippen, maar die kwamen uit de eieren die hierheen waren geteleport. Ik weet niet echt waar die vandaan komen. En we hebben hier de ijspegels uit de... Snow Village, en hier hebben we alle armor sense waar ik al die tijd in heb gestoken. En ik heb natuurlijk mijn inventory al gecleared, dus wordt het vervelend om opnieuw te doen. Ah, dat is zo stom. Dat is zo stom. Ja, ik ga waarschijnlijk de video terugkijken zodat ik het random patroon weer heb, want dat heb ik nu ook alweer. Dat heb ik nu ook al niet meer. Dus die ijspegels zijn er niet meer. Ik denk eerlijk gezegd niet dat ik het opnieuw ga doen. En de witches en zo waarschijnlijk wel. Dat is natuurlijk ook niet zoveel werk, maar die ijspegels was echt een gedoe. Maar die ijspegels, weet je, kijk, we hebben... Oh, daar zat blijkbaar een schaap. We hebben het in de video... Ik heb het in de video laten zien, dus daar kan je nog altijd terugkijken. En in de... ik zal wel even een world download, een aparte world download maken voor deze wereld. Dat je alle entities erin nog hebt. Weet je, ik zou terug kunnen gaan naar... kan ik ze killen? Nee, ik kan niet. Ik zou terug kunnen gaan naar... de laatste world download, maar dat is in dit geval episode 88, omdat ik het vergeten ben. Dus dat is gewoon heel stom. Anders had ik nog terug kunnen gaan naar world download van episode 89 en dan had ik deze command book dingen wel opnieuw kunnen doen. Maar ja, twee episodes opnieuw doen vond ik een beetje te veel, dus dan doe ik het gewoon op deze manier. Alle entities van de oude gebieden, die ga ik maar gewoon laten. En waar we nu mee bezig zijn, die doe ik dan wel opnieuw. Dus nu moet ik het even goed doen. Kill at A, type is armor, stand. En dan ja, zijn die weg. En ik had waarschijnlijk nog een radius toe moeten voegen voor het geval. Ja, weet je maar, alles. Waarom kan ik die niet op... Oh, dit is natuurlijk... dit is de vis van het... van het kraampje. Oké, die ga ik hier maar even begraven. Want ik kan het zo niet oppakken. Wauw, alles is weg. Ja, dat is heel stom. Nou, we hebben het in ieder geval opgenomen. Dat is natuurlijk wel het voordeel van... als je het opneemt. Nou, ik zorg ervoor dat we in de volgende episode dit in ieder geval weer hebben. En dat we ook de creeper weer hebben. En zijn dienaren. Hier hebben we nog een villager. En die skeletons zijn dus weg. Ons paard is er nog. En blijkbaar is het spookskeleton ook weg. Dat is vervelend. Maar we hebben het commando ook nog. Dus die kunnen we zo weer spannen. Het paard is er nog. Die werd gewoon teruggeteleport. Ik vraag me af wat er met het spookskeleton is gebeurd. Nou ja, dat zien we dan wel. Ik hoop gewoon dat ik dit off-camera kan fixen. Maar dat moet ik wel lukken. Dus ja, dat wou ik nog even kwijt. Dat is dus gewoon zo'n stomme fout die
eigenlijk een heel groot deel van de vooruitgang deze episode heeft verpest. Nou ja, het gaat ook niet altijd om het resultaat. Het gaat ook om hoe je er komt. Dus ook al, ik geef hem even dit voorbeeld. Je bouwt een zandkasteel. Goed voorbeeld, ja. Je bouwt een zandkasteel en het wordt vloed. Dus het wordt weggespoeld door de zee. Dan was het, is het jammer dat het zandkasteel weg is, maar het bouwen ervan was leuk. En dat is hoe ik het ook een beetje zie met YouTube. Als je een serie hebt met een doel, maar je bereikt het doel nooit, dan hoeft het niet erg te zijn als de manier waarop je het probeert te bereiken maar goed is. Dus nu is ons resultaat weg van die arm sense, maar ik denk dat we wel lol hebben gehad. Nou, ik heb er lol mee gehad. Ik weet niet of jullie er lol mee hebben gehad, maar dat hoop ik dan. Ik hoop dat jullie er lol mee hadden gehad. Het is nu wel weg, maar we hebben lol gehad met het bouwen en het maken. En ik zorg gewoon voor dat het resultaat in de volgende episode weer is. Dus alles komt goed. Maar ja, dat komt allemaal later wel. Dus ja, dat was echt alles voor nu. Tot de volgende episode.